Van de Contessa. Kijk, Bentley, ik wil niet moeilijk doen, maar hij lijkt wel erg op een watertoren. Dat is maar schijn. Ze wil juist dat je dat denkt. Als we Murray bevrijden, terwijl dat ding daar nog actief is, nou... Wat? Dan hebben we nog genoeg drinkwater? Ik meen het, Sly. Tuurlijk, je hebt nog wat te goed. De bliksemafleiders rond de gevangenis zijn om bliksem weg te leiden van de watertoren. Van de aanvalsrobot. Ja. Door aan de wielen op de bliksemafleider te draaien, kun je de elektrische stroom van de aardedraad afhalen. Waardoor hij niets meer doet. Volg de bliksemschichten om de 5 afleiders te vinden. Oké, dus je wilt dat ik de aarding van alle bliksemafleiders onderbreek? Zodat een inslag de aanvalsrobot, vermomd als watertoren, zal vernietigen? Dat is een goede samenvatting. Bliksemafleider rood gloeit. Dat wil zeggen dat er bliksem aankomt.
ik zei al, enorme aanvalsrobot. Dat je het versleutelingsalgoritme van de Contessa gaat stelen. Dat wil ik best, maar ik heb echt geen idee waar je het over hebt. Oké, ik zal het stukje bij beetje uitleggen. Zie je dat beveiligingsstation? De dichtstbijzijnde wachter moet zorgen dat het blijft werken. Ik snap het. Eerst moet je zijn sleutel van de terminal zien te rollen. Goed, geen probleem. Gebruik hem voor het beveiligingsstation en laat het alarm afgaan. Wat? Wil je dat ik het alarm laat afgaan? Ja, en daarna vlug wegwezen, want de wachter komt vast snel. Als hij ziet dat het vals alarm is, schakelt hij het uit met de code. Dus je wilt dat ik een foto maak van de code? Zoek een veilige plek en maak een goede foto van het scherm. Moet ik dat met alle beveiligingsstations doen? Inderdaad. Als ik genoeg voorbeelden van de codes heb, kan ik het versleutelingsalgoritme van de Contessa kraken. Ik volg je niet meer. Maak die foto's maar. Ik regel de rest. Mooi werk. Zet nu het beveiligingsstation uit met die sleutel. Klim nu naar een goede plek waar je een foto kunt nemen van de beveiligingscode op de monitor. Thank you.
Oké, dat zijn genoeg codes. Mooi werk, partner.